it's all over him, because to score on your debut is great news for any player. Well, we can see the efficiency and the technique of the header. He's good in the air, this lad, and when it comes to him, you never feel he's going to miss the target. Well, he's made a bit of a mess of that. I think that slipped out. He can hit it here. What a brilliant goal. Goal from Boney. He won't have scored too many better than that. He certainly won't have hit too many harder than he did there. De Koesman, de bal komt terug van de lat. Lukaku. En die zit. Hij schiet zacht in, maar hij plaatst prima goal. Zo ziet het doelpunt er heel eenvoudig uit, maar dat is het natuurlijk niet. Thiago. Hij staat er niet alleen voor. Ja, en nu? Ze staan nu één doelpunt voor en hebben de leiding genomen, Jori. Ja, ze staan voor Evert en het is nu zaak om de voorsprong vast te houden. Of te vergroten natuurlijk. Daar passeerde hij de doelman mooi mee, hè? Ja, maar hij houdt zijn hoofd koel en houdt dan even in en plaatst de bal precies waar hij hem hebben wil. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Da Silva. Tijd voor een voorzet. Suarez! En dat is raak. Wat zou er nou toch met die doelman aan de hand zijn? Hij houdt geen bal tegen. En op deze manier, ja, dan ga je zeker verliezen. Ja, dit maken ze niet meer goed, Evert. Tenminste, dat is wat ik denk. En een goal via de lat, wat scheelt het? We gaan nog een keertje kijken naar die goal.